Hallo iedereen, ik ben Ellie en welkom in Gebouw Blauw bij de opleiding Mediavormgeving. De opleiding is opgebouwd uit 4 jaar. Het eerste jaar ga je niet op stage, dan blijf je gewoon op school. Het tweede jaar ga je op een korte stage van 10 tot 12 weken. Het derde en vierde jaar ga je op een volledige stage van 1,5 schooljaar. Nou, we zijn nu onderweg naar de les Beeldbureau. Zie je, er is het lokaal al. Het vakkenpakket bestaat uit de basisvakken, zoals Nederlands, Engels en rekening. Maar je krijgt ook lessen in Adobe, copywriting en typografie. We zitten nu gezellig in de les met Angelina. Angelina, hallo. Waar ben je mee bezig? Lego. Nou, je leert vooral veel met InDesign, Illustrator en Photoshop werken. Je leert ook met een creatief oog om je heen te kijken. Maar het meeste leer je toch echt op stage in de praktijk. We gaan nu even een kijkje in mijn klas nemen. Ja. Zeg eens hallo. Hallo. Je krijgt klassikaal les. Je werkt vooral op je laptop. Individueel, maar ook met project dat je 4 keer in het jaar krijgt in een groepje. Hoe gaat het, mevrouw? Ja, goed. Wat ben je aan het vloggen? Ik zit even een mooie vlog aan het maken. Leuk. We gaan nu verder. Als je goed oplet in de les en je kan goed meekomen, dan kun je prima alles afmaken in de les zelf en heb je geen huiswerk. Maar als je niet goed oplet en je zit een beetje filmpjes te kijken, ja, dan zul je het wel druk krijgen. Ja. Nou, voor dit beroep moet je creatief zijn, flexibel. Zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken. Nou, we zijn nu op weg naar buiten. Even frisse neus halen. Vinden we fijn. Toch, Angelina? Ja. In de toekomst zou ik graag bij een reclamebureau willen werken.